Mijn naam is Pieter en mijn urban craft is airbrush. Goed, ik ben begonnen met airbrush als illustraties. Kleurrijke illustraties voor kindjes. Ik heb een leuk mannetje gevonden en dat dacht ik uit te werken met airbrush. Al lang daarmee bezig te zijn, wist ik van, tja, je kunt precies nog gedetailleerder gaan en nog gedetailleerder gaan. Terwijl ik een mogelijkheid zag om foto's te gaan gebruiken als basis om dan verdere tekeningen te gaan maken, dan heb ik mij ook daarop toegelegd, puur fotorealisme. Maar graffiti is groter, is iets ruwer dan airbrush. Airbrush is hetzelfde eigenlijk, maar veel kleiner, fijner. En het werkt ook iets milieuvriendelijker. Het werkt onder luchtdruk. Lucht komt hierin. Verf langs de zijkant. De lucht trekt of zuigt de verf hieruit. Wordt gemengd en een spray. Dus eerst zie ik dat ik een leuke compositie heb, leuke beeldjes heb. Dus nooit met Photoshop zet je die samen. Die print je uit. En dan probeer je die op een zo goed mogelijke manier op je papier te zetten. En dan gaat je een lichte in potlood daarop gaan. Dan heb je je contouren. En dan later kun je die met de airbrush stilletjes aan beginnen in te vullen, uit te diepen, afronden, terug highlights eruit halen, terug dieper maken. Kernspray in het midden en overspray aan de zijkanten. Als ik nu zo'n overspray niet nodig heb, dan dek je dat af met één bepaalde zaak. Je hebt daar bochtjes mee, je hebt sommige kleine bochtjes, grote bochtjes. Ik heb het zelf gemaakt, er zijn gekochte. Airbrush wordt ook toegepast op alle soorten ondergronden. Zijn gebogen of vlak. Gebogen spreken van helmen, motortanks. Of vlakken, dan is gewoon papier, canvas, t-shirts. Als ik nu in een auto zit en ik kijk naar buiten en ik zie een vrachtwagen voorbij rijden, zo'n hele grote, witte, zwarte, maakt niet uit. Maar voor mij is dat één grote canvas. Die zou ik toch graag willen volspuiten. Hoi.